Sylvia Bloemers van de organisatie, de eerste triathlon in IJsselmuiden. Ja, hoe kwamen jullie zo op het idee? Nou, ik zal je vertellen, wij eind najaar vorig jaar, zeg maar, dachten wij, we moeten ook eens keer iets anders willen dan alleen maar ons werk, hè, ons beroep. En wat kunnen we nou organiseren? En toen hebben we gedacht, wij trainen mensen op, naar die mensen met longproblemen en hartklachten. Laten we daar eens keer iets anders voor organiseren. En toen hebben we gedacht, van laten we een triathlon organiseren. En op datzelfde moment wisten we natuurlijk, hebben we een zwembad voor nodig. En toen hebben we contact gezocht met Berry Prinsen van het Sportschool Zonneberg. Nou, zij hebben een zwembad. En nou, Berry was op dat moment echt ook, had ook ideeën om een eerste triathlon te organiseren. Dus we hebben dus samen gedacht, laten we dat nou oppakken. Dus met z'n tweeën. In IJsselmuiden een 1/8 triathlon die zowel voor minder valide als valide mensen geschikt moet zijn. Ja, we doen het allemaal voor het goede doel, voor spieren voor spieren. Ja, spieren voor spieren, dat zie ik hier bij de finish hangen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, spieren voor spieren. We dachten eerst laten we het goede. We wilden in ieder geval koppelen aan een goed doel. Kies je dan een plaatselijk evenement of een plaatselijk iets? En toen dachten we, nou, weet je, spieren voor spieren past zo bij beide organisatoren, hè? Goedzorg, fysiotherapie, spieren, mensen moeten in beweging blijven. Hè? 30 minuten per dag bewegen is gezond. Nou, en voor een sportschool net zo, je wilt mensen in beweging krijgen. En hoe kan je dat nou doen op een leuke manier, zodat er voor iedereen ook een onderdeel in zit waar ze mee uit de voeten kunnen. Nou, en dat is dus die triathlon geworden. Nou, en spieren voor spieren sloot daar naadloos bij aan. Hoe ging het? Redelijk. Moeilijke. Waarom word ik op de fiets? Zwemmen was pittig. Het einde ging het beter. Naast de rondjes ging het goed. Nu nog, hoeveel kilometer hardlopen? 5. Om welke afstanden gaat het precies? Een 1/8 triathlon betekent dat mensen 500 meter moeten zwemmen, 20 kilometer gaan fietsen en 5 kilometer gaan lopen. En je ziet ook dat er zowel individuele deelnemers mee kunnen doen. En we hebben ook 5 teams die meespelen. Dus dat is ook heel leuk. Het zijn ervaren sporters en minder ervaren sporters. Dus het is echt een bond spektakel. En nou, de eerste reacties tot nog toe zijn heel positief. Dus daar zijn we blij mee. Ik vond het hartstikke leuk. Leuk initiatief. Ik wist niet wat ik kon verwachten met zwemmen. Ik ben geen zwemmer. Maar dat ging best wel goed. Ik ben wel een fietser. Maar de overgang naar het fietsen was pittig. Op het eind kwam ik pas echt lekker in mijn ritme. Maar toen waren we er alweer. En dan moet je nog lopen, hè. Nou, en dat is op zich maar 5 kilometer, dus dat is te doen. Gewoon verstand op nul en doorgaan. Ja, het is nu een 1/8 triathlon. Wordt het een hele triathlon ooit eens? Nou, een hele is wel heel enthousiast. Ik heb net met mensen uit Zwolle gesproken die de triathlon daar organiseren. Die doen het nu 5 jaar. En we hebben al gezegd, we kunnen eens kijken op welke manier we samen kunnen doen. En zij hebben een 1/8 en een kwart. Dus misschien is dat een optie voor de volgende keer. Een 1/8 en een kwart. Maar goed, ik ga nog niks op voorhand beloven. We moeten eerst de reacties van de mensen zien. En kijken of het een veilig evenement is geweest, want dat stond bij ons echt voorop. En het team van Medical Rescue, en misschien is dat nog wel iets wat ik graag wil zeggen. Die hebben echt met 6 mensen staan ze hier aan de kant. En daar zijn we heel blij mee. Die zetten zich daar ook voor in. En hoe is het gaan vandaag? Waren er veel gewonden? Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Dus ze beginnen natuurlijk allemaal in het zwembad. Er staan een aantal mensen van ons. En ja, goed, we geven aan elkaar door wanneer ze op een fiets stappen, wanneer ze gaan lopen. Onderweg rijdt nog een auto, er is nog een motorrijder van ons onderweg. Ja, om toch maar, op dit moment gelukkig preventief. Ja, 30 minuten bewegen per dag, dat red je niet met een 1/8 triathlon, denk ik. Dat is wel iets meer. Ja, daar moet je wel iets meer voor trainen, hè? Maar in die zin dat je spieren moet gebruiken om te kunnen bewegen, dat is, staat voorop. En bewegen is belangrijk en het feit dat je dat in een triathlon kan doen, hè, op verschillende onderdelen, dat spreekt mensen toch ook wel aan. Dus een eerste evenement, we hebben gezegd laten we hem klein houden, maar er hebben toch 100 mensen zich aangemeld. Nou, waaronder ook een paratriatleet, dat is natuurlijk ontzettend leuk, dat je gewoon een heel bont gezelschap aan mensen hebt. En het weer speelt natuurlijk vandaag mee, dus dat is helemaal fantastisch. Volgend jaar weer? Als het aan de organisatie op dit moment ligt, zeker. We gaan nog een enquête uitdelen, hè, hoe deelnemers het ook hebben ervaren. Maar ik hoor nu alleen positieve reacties. En als dat is, daar doen wij het voor. Ja, absoluut. Dus volgend jaar weer. Ja.